Good morning, guys. Het is zondag vandaag. Zoals jullie waarschijnlijk weten, want deze komt maandag online. Het is al aardig laat, eerlijk gezegd. Het is niet vroeg in de ochtend meer. Het is nu 11 uur precies. Doe niet heel veel vandaag, eerlijk gezegd. Ik ga vandaag alleen puur leren. Ik heb gisteren ook heel veel geleerd, elke dag. Daarom dacht ik dan eigenlijk van, laten we niet gaan vloggen. Waarschijnlijk ga ik vandaag iets meer doen dan leren. Dus vandaar dat ik vandaag wel vlog. Vandaar dat ik gisteren niet heb gevlogd, jongens. En gisteren voelde ik me ook niet echt heel erg lekker, eerlijk gezegd. Dus ja, vandaar. Nou, vandaag gaan we in ieder geval bio leren. Omdat niet aanstaande week, maar de week daarna, de 12e volgens mij. 12 en 13. Mei. 12 en 13 mei. 12 mei heb ik Nederlands en 13 mei heb ik wiskunde. En de week later heb ik precies op dezelfde dagen biologie en Engels. En dan zal je misschien denken, waarom gaat ze biologie leren als ze die een week later heeft? Het punt is, biologie is bij mij een sterk punt, dat wel. Ik weet veel over biologie en zo. Ik weet er ook veel vanaf. Maar er zijn ook zoveel moeilijke dingen in biologie. Vandaar dat ik dit gewoon even wil doornemen. En daarna ga ik me gewoon storten op wiskunde. Want Nederlands is eigenlijk gewoon heeft geen ene zin om te gaan leren. Omdat je puur tekstjes leest en daar vragen uithaalt. En wiskunde, ja, weet je, wiskunde is voor mij wel een zwak iets, omdat je moet er natuurlijk ook heel veel rekenen. En op een bepaalde manier rekenen. En de rekenen is voor mij wel echt mijn zwakste punt, denk ik, qua vakken. Dus ja, ik ga zo lekker aan de biologie. Maar eerst ga ik even ontbijten, denk ik. Hey jongens, zoals jullie kunnen zien, lig ik lekker op de bank. Samen met de hond. Lekker wellicht slapen, lekker te tukken. We zijn allebei een beetje moe en een beetje hangerig, dus ja. Hè? Ja. Ze zijn moe, hè? Ga maar slapen. En ja, ik heb lekker ontbeten. Lekker wat beschuitjes op. En geroosterd brood en zo. Dus ja, kom maar. Kom hier. Ik ga zo lekker naar boven. En hij gaat er ook weer vandoor. En ja, ik ga zo naar boven, zoals ik al zei. En ik ga lekker leren. Mijn moeder is ook boven bezig. En waarschijnlijk bellen mijn opa en oma straks nog op. Omdat. Mijn opa en oma die gaan een nieuw bed voor me kopen bij hun thuis. Voor bij hun thuis. Dus ja. Ik zou dat heel fijn vinden, eerlijk gezegd. Dan slaap ik gelijk lekker vanavond bij mijn opa en oma. Alhoewel dat niet kan, want we eten vanavond iets heel lekkers. Mijn moeder die was vanochtend vroeg al druk bezig. Echt al druk bezig. Ik zal het even laten zien, jongens. Ik ben echt moe vandaag. Ik weet niet hoe het komt, maar misschien zien jullie het hier al aan. Mijn moeder heeft namelijk. Kunnen jullie het een beetje zien? Worstjes en bladeren gemaakt voor vanavond. Het is heel lekker. Alleen als er een stronkje broccoli kwam. Ja, gisteren. Dus moet ik ook nog gaan eten. Misschien heb ik ook weer nog wat vlees van doen. Kijken of ik er wat vlees uit kan gooien, ja?
Ik moet gewoon lekker broccoli met de hak of zo. Waarom staat de buitendeur open? Nu snap ik wel waarom het zo koud was. Anyway. Hebben we iets van gehakt of zo? Waarschijnlijk niet, maar slawinkjes. Wat is dit? Het lijkt wel biefstuk. Hamlappen, slawinkjes zie ik hier. Cordon bleu dingetjes, wat is dit? Pakje kruidjes. Dat is een beetje moeilijk. Dit is allemaal eenpersoonszakjes met vlees. Wat is dit? Kippensnitzel. Oh nee. Wil ik kippensnitzel? Dit is kippensnitzel. En dit ook, denk ik. Of niet? Dit niet. Er moet nog ergens een kippensnitzel liggen, eerlijk gezegd. Hier zo. Gevonden. Kippensnitzel. Dan eet ik gistermiddag lekker. Misschien een beetje raar, lunch of zo, maar die liggen daar lekker te ontdooien. Want ik heb namelijk nog broccoli, een half stronkje liggen. En nog een zak sla. Oh, dan was het hier over de datum of niet? Oh, fijn. Het is vandaag de derde. Die komt dus ook weg. Dat is niet zo fijn. Ik kan ook wel. Dus ja, ik ga zo dan eventjes. Ik weet niet of ik de aardappels bij wil. Ik denk het wel, maar. Jij moet ik me gewoon lekker broccoli met een stukje vlees eten. Lekker makkelijk. En lekker. En deze heb ik moeder ook gemaakt. Zat over, dus. Hier zit kaas in. En hier zitten worstjes in. Mijn moeder had nog worstjes over. En nog van die blaadjes, dus. Lekker. Ik vind die pepermuntballetjes best wel lekker, eerlijk gezegd. Ik vlog niet al 5 minuten lang. Maar ja. Ik ga zo lekker de boven leren. En ja. Zie ik er heel jongens. Ga ik rustig leren. Sakoni Jollies are on. En ik ben ondertussen lekker aan het leren, jongens. Zo veel. Het is zo echt zo ontzettend veel om te leren. Niet normaal. Ik heb het niet over de nieren. Lekker belangrijk, zou je denken. Zo dacht ik ook, maar het is best belangrijk. Waarom? Zou ik willen weten. Oh, hebben jullie trouwens ooit gezien hoe je nieren eruit zien aan de binnenkant? Als je dit heel vies vindt of denkt, nee, doe even je ogen dicht. Waarschijnlijk ziet het er iets normaler uit in de video. Maar als je het hier ziet, zie je ook echt al die. Je ziet echt alles. Kijk hoe vies het is, jongens. Zo ziet je nieren uit aan de binnenkant. Dit is gewoon een tekening. Hoe erg. Zo ontzettend vies. Ja, ik ben nu lekker niks aan doen, eerlijk gezegd. Ik ben aan het leren. En ik hoop op een telefoontje van mijn opa en oma dat ze ergens heen gaan, want dan heb ik ook even poten. En ik ga trouwens ook nu eventjes, denk ik, mijn middag eten doen, want het is 1 uur geweest. 10 over 1.
Dus ja, laat ik maar even gaan lunchen. Lunchtime! Oké. Lunchtime, maar wat hebben we allemaal nodig? Natuurlijk hebben we een pan nodig. Een kleintje. Ja, dat is groot genoeg. Dan hebben we een pannetje nodig voor de broccoli. Deze is gewoon groot genoeg. Het vlees is nog steeds niet ontdooid eigenlijk, jongens. Maar denk je dat het kwaad kan? Waarschijnlijk niet, toch? Komt wel goed. Wat hebben we hier? Ik heb de hik. Wat hebben we hier nodig? Natuurlijk de broccoli. Hebben we nog meer nodig? Denk het niet. Boter. Ik zet deze op 6. Oeh, wat was dat? En ik zet deze op. Oh, wacht, ik moet eerst water in. Too much. Het is niet zo heel veel broccoli wat we hebben. Oh, ik ga niet meer praten. Doe dit knopje, jongens. Druk even als die in mijn zak zit. Blijf de ding zo ingedrukt. Dan wordt er dit. Oh, papier. Oeh, banana's. Nice. Ik heb gisteravond een lekker banaantje gegeten, jongens, en ik vond het heerlijk. Maar ja, laten we nu maar even... Het is echt een troep, omdat mijn moeder heeft vanochtend gebakken. En alle spullen staan er nog, die moeten ze nog opruimen, omdat mijn moeder nu boven aan het strijken is. Dus na dit ga ik ook gelijk even de keuken opruimen, maar... Ik ga eerst even de vuile was, ik moet in de vaat wassen. Volgens mij is de vaatwasser vies. De dishwashers. It won't work. Dat is één. Is er nog meer? Dat is één. En ja, ik ga nu eventjes de broccoli snijden.
It's done. Here's my meal. I love it. Also a glass of cold water. En als ik hiermee klaar ben, ga ik even lekker de keuken van mijn moeder opruimen. Maar eerst eten. Finish dinner. And now dinner. Lunch. Ik heb net lekker middag gegeten, jongens. En ik ga nu weer terug aan leren. Let's do it. Hey jongens. Het leren zit erop. Ik heb dit allemaal geleerd. En ik ben er nu al even klaar mee, eerlijk gezegd. Ik ben wat leuke ideeën aan het zoeken voor om in deze vlog te stoppen. Onder andere omdat ik nu eventjes iets wil gaan uitleggen over gisteren. Misschien kennen jullie Ponkers, misschien hebben jullie het ook wel gezien. Namelijk, Ponkers heeft gisteren een live show gedaan. En daarbij hebben ze ook een soort, volgens mij was het een prepaid telefoontje. En daar, hebben ze... ze hebben het nummer van die telefoon doorgegeven, zodat wij allemaal, ook wanneer we willen, zo kunnen we ze gewoon bellen. En kunnen we gewoon een praatje maken, of kunnen we iets vragen, of misschien kunnen ze tips geven. En ook is gisteren een nieuwe parodie uitgekomen van Ponkers, genaamd, hoe heet hij eigenlijk? En volgens mij heeft hij niet eens een naam, maar het is een parodie geworden op het nummer Parijs van Kenny B. Ik vond hem eerlijk gezegd, ik vind Jesper sowieso altijd een goede ponker en sowieso een goede zanger. Ik vind dat hij goed kan zingen. Dus ik vind het ook wel heel leuk en ik heb de video net gedownload. Ik heb een speciaal programmaatje aangemaakt op computer en bla bla bla. En ik heb de video gedownload zodat hij aan het einde van deze video wordt hij hierachter geplakt. En kunnen jullie hem luisteren? Dus ja, ik hoop dat jullie de clip leuk vonden. Als jullie... Telefoon gedropt. En nou even getweet, leuk. Even kijken. Totaal leuk. Ik ga de video dus erachter plakken. Dus ja, jullie zien hem nu. Vroege morgen op Centraal, kom uit de metro. Ik zie de meest mooie sexy dame. Op de nieuwe Nike Patas en ik weet niet wat ik lullen moet. Ik zeg goeiemorgen lekker ding, dat is wat ik voor haar zing. En zij zegt, ik kom uit Rotterdam. Kun je dat niet horen dan? En ik zei, praat Amsterdams met me, even Amsterdams met me. Mijn gevoel zegt mij dat jij me niet kan knijzen, snappie. Ik word er maar sjoggen van, heb niks te schaften met je rare taaltje. Dus praat de taal van mogen met me dan. En ze snapt er echt geen moer van, wat ik allemaal loop uit te kramen. Ze kijkt me aan en denkt het zal me reet roesten. Ze leek een mix van Roxy Hazes en Glennis Grace. Oh oh, doe een piket aan en zie met mij. En zij zei, ik kom uit Rotterdam. Kun je dat niet horen dan? En ik zei, praat Amsterdams met me, even Amsterdams met me. Ik heb geen sjoegen van wat jij me hier staat te verkopen. Misschien ben ik wat aan het rim, maar je accent is ook om niet te pruimen. Dus praat normaal, wordt galisch van je stem. Oh 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 oh. Oh 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 oh.
wijfie. Hé wijfie. Hé wijfie. Hé wijfie. Hé wijfie. Hé wijfie. Hé wijfie. Praat Amsterdams met me. Even Amsterdams met me. Attenooien, wat ben jij een sloerie? Kijk, je draait er. Hou dan alles maar je smoel. En ga pleiten of ik al afwaterd. En anders dump ik jou nu op Schiphol. En dat was hem, jongens. Ja, wat vonden jullie ervan? Laat het weten in de reacties. En ja, ik vind het zelf een onwijs leuke clip. Ik vind het heel leuk in elkaar gezet. De tekst is technisch gezien qua verhaal gewoon hetzelfde. Alleen, de tekst is van Parijs naar Amsterdam gegaan. Of naar Rotterdam in dit geval. Dus dat vind ik wel leuk van ze. En ja, ik vind het een goed idee dat ze dat hebben gedaan. Superleuke invulling. En zo hebben ze dat natuurlijk ook gedaan met het nummer Ik heb een meisje thuis van Nielson. En daar is dit voor in de plaats gekomen. Even zoeken hoor. Ik wil het niet zeggen namelijk. Daar is die. Want ik ben niet meer mezelf. Het liefst wil ik het grijpen om dood te knijpen. Als je het leeft in een hel. Luister, ik heb jouw kans. Ik heb jouw kans. Dat is de schuld van jou in foto. Ik heb jouw kans. Ik heb jouw kans. Het is niet meer zo schoon beneden. Langzaam in mijn kleren. En rol het zo in mijn sprei. En als je meer wil zien, jongens, ik zet de link van dit nummer en ook de originele YouTube versie dan van Parijs, in dit geval Amsterdam, hieronder in de beschrijving. Zodat jullie het kunnen zien. En ik zal de link van Ponkers ook neerzetten, zodat jullie waarschijnlijk nog meer video's kunnen vinden en zoeken als jullie het leuk vinden. Het is nu onder andere tijd om te gaan avondeten. Het is 5:30. Toch? Heb ik het goed? Ik neem aan dat het 5:30 is, of bijna 5:30 dan. Ja, ik zit aardig in de buurt. Oh ja, dit is mijn achtergrond, jongens. Jesper en Noah. Noah en Jesper. Waarschijnlijk kennen jullie ze wel. Ponkers, onder andere. En ja, ik ga nu dus. En dit is Eiffeltoren. Vond hem wel heel mooi. Heel apart. Maar ja, ik ga dus eventjes lekker avondeten. En dan zie ik jullie na het avondeten. En waarschijnlijk stop ik daarna ook gelijk de vlog. Of nee, eindig ik daarna gelijk de vlog. Omdat ik heel moe ben. En ik ga nu eventjes, trouwens ook heel gauw even mijn kleding in mijn kast stoppen. Want mijn moeder is zo lief geweest om te strijken en te wassen. En dus ja, dankjewel mam als je kijkt. En ja, dus ik ga even dat doen. Dan ga ik eten. Dan ga ik jullie weer zien. Tot zo. Hey jongens, ik heb onwijs lekker gegeten eerlijk gezegd. Zoals jullie vanochtend in de vlog al zagen, ging ik worstjes en bladeren eten. Het was super lekker. Ik heb mijn kleding nog steeds niet in de kast gelegd. Dat ga ik zo even doen. Ik ben aardig moe eerlijk gezegd. Dus ja, ik ga zo lekker slapen. Maar ja, ik ben nu nog eventjes aan het bellen op Skype. Ah.
Zeg hoi! Hey! Dus ja, en ja, daarna ga ik lekker slapen. En zie ik jullie waarschijnlijk morgen weer, denk ik. Morgen? Ja. Weet je wat? Laat ik deze hele week maar gewoon vloggen. Dus ik zie jullie morgen, guys. Give it a thumbs up if you like the vlog. And I'll see you guys tomorrow.